Een Fairtrade t-shirt, ontworpen en uitgevoerd door studenten van verschillende opleidingen van het Summa College. En, dat is het mooie, bereikbaar voor iedereen. Want het shirt ligt gewoon in de winkel. En dat is een officieel momentje waard. Ja. Ik vind het een hele mooie combinatie ook tussen een oud symbool van deze stad en het te doen en het jong zijn en al het dynamisch zijn wat erin zit. Ja. Heel erg gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ik vond het heel leuk. Hè? Heel leuk dat ze ook tijd heeft gemaakt om mijn shirt te komen bekijken. Dus dat vond ik wel heel leuk. Eindhoven mag zich sinds 2011 Fairtrade gemeente noemen. Eerlijk en duurzaam. Om Fairtrade ook bij jongeren onder de aandacht te brengen, schreef de gemeente een ontwerpwedstrijd uit. 40 Summa-studenten gingen ermee aan de slag. Uiteindelijk koos de jury ervoor om het ontwerp van Venice Voorjans in productie te nemen. Toen ben ik natuurlijk gaan nadenken van, god, wat is echt iets voor Eindhoven? En dat is natuurlijk, ben ik meteen bij Philips gekomen. En zo heb ik ook eigenlijk gloeilampen bedacht. En om het een beetje meer van deze tijd te maken, heb ik er een paar naast elkaar gezet, zoals je kunt zien. En een andere kleurtje gegeven. En ik denk ook dat de jury dat heel erg leuk vond. Omdat het net iets anders is dan wat andere mensen hebben gemaakt. En het is eigenlijk vrij simpel, maar het is toch wel heel duidelijk dat het echt voor Eindhoven is. Fairtrade betekent dat het niet is waar mensen behoefte aan hebben. Maar zij toont dat het precies is wat werkt voor mensen. En in dit geval heel erg voor jonge mensen. Hartstikke mooi shirt, goede kwaliteit, uniek voor Eindhoven, Fairtrade. Als je dit koopt, dan weet je gewoon dat de mensen die eraan gewerkt hebben elders ook een eerlijke prijs hebben gehad. En dat draagt toch een stuk lekkerder, vind ik. Het winnende ontwerp is gemaakt in India, waar het 100% Fairtrade van biologisch katoen is geproduceerd. Het t-shirt is te koop bij de VVV, Waar en Eddy's.